We gaan naar binnen. In het paleis. Oh! Hey! Hier is de baas van het eiland, denk ik. Yo, Nintendo fans! We zijn bij Mario Rabbit Sparks of Hope op de tweede planeet. Het is hier koud en we moeten de grot in, want we moeten naar de top van de berg. Als je dit een leuke serie vindt, knal even die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Sommigen van jullie vergeten dat volgens mij. Doe het nu gewoon hieronder. Daar help je mij zo erg mee, hè? Misschien halen we dit jaar nog de 80.000 abonnees? Zou zo vet zijn. En zet het belletje aan, want dan mis je geen enkele video. Dan gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurt hier. Kijk, hier, hoppakee, buisie. We gaan hier over. Overheen. Kunnen we dan dit blokje weer sturen? Nee, dat gaat niet. We kunnen wel hier naar boven. Kan ik dan hier naar beneden vallen? Nee. Oh, oh, kijk, brug. Ja, oké, okay, brug. Zo vet gemaakt, deze levels, hè. Daar is die ook weer in de muur, zo'n hoofd, skelethoofd of zo. Kunnen we... Dit kunnen we. We kunnen deze openmaken. Maar dan kunnen we ook naar dat andere platformpje toe. Kijk, nu kunnen we hier naartoe. Kunnen we even deze muntjes oppakken. Oh, oh, we kunnen hier ook naar buiten. We kunnen wel zo even het trappetje naar beneden gooien. Maar wat is hier dan? Ik heb een geheime weg gevonden. Ben jij hier trouwens ook al aangekomen? Of ben je misschien al verder dan mij? Laat het weten in de comments. Ik ben heel benieuwd of jullie deze game ook spelen. Ik denk dat heel veel van jullie deze wel spelen, toch? Het is gewoon een super toffe game. Deel 1 was vet. Dit deel is vet. Waar beland ik helemaal, joh? Waar gaan we nou naartoe? Straks is dit gewoon een snelle manier om naar de top van de berg te gaan. Dat zou dope zijn. Of moet ik hier gewoon naartoe? Is dit de weg die we moeten volgen? Oh, kijk, daar is een huis. Oh, kijk, hier een vlaggetje. Nu kunnen we dus snel hier naartoe reizen. Nice. Oh, volgens mij moet ik wel hier naartoe. Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon. Niveau 9. Oké, oké. De koude mond van de berg. We zijn er, hoor. Oh man, hij stinkt uit zijn bakkes. De duister mistentakel in de mond van het masker is de bron van deze bovennatuurlijke storm. Dus als we dit oplossen, dan gaat de storm weg, denk ik. Als we de tentakel niet gauw vernietigen, wordt deze planeet voor altijd in een bevroren sacrofaag gehuld. Nou, dat is niet de bedoeling. We moeten de planeet redden. Vanaf dit moment kan iedere rabbit of ieder personage 2 sparks aan zichzelf toe-eigenen. Dat is wel nice. Oh, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Kijk die bergen, allemaal gezichten. Vernietig het stenen masker. Dat is wat we moeten gaan doen. Ik denk dat dit moeilijk gaat zijn, jongens. Ik denk het wel. Oh, je wordt ook daar steeds weggeblazen, zo te zien, door de wind of zo. Hey! Maar jij lijkt op een spark die ik ken. Maar dit is Electron. Oh, de elektrische spark. Die wil ik hebben. Ik noem hem gewoon Pikachu. We moeten dus inderdaad oppassen voor de windvlagen uit die stenen maskers. En we moeten het een beetje plannen dat we niet worden weggeblazen. Oh, ze kunnen kapot. Maar welke sparks gaan we inzetten? En sowieso, welke helden gaan we inzetten? Ik zag al veel bommen, dus ik denk niet dat ik dichtbij moet komen bij mijn enemies. Dan zou Rabbit Luigi wel nice zijn. Ja, en natuurlijk Edge. Ik ga het gewoon met 3 rabbits proberen. Oké, welke sparks willen we hebben? Sowieso die van Mario, die wil ik wel hebben voor Rabbit Luigi. Ik wil de vuur wel hebben, de pyroster. En de reflector ga ik gebruiken voor Edge. Zijn die trouwens weer van die vosjes of niet? Ja, daar is een vosje. Ik denk eigenlijk dat het dan slim is om Edge de non-visalis te geven. En die kunnen we ook even verbeteren. Zo. En ga ik mijn team ook wel even genezen, hoor. Want dat is wel aardig nodig. Iedereen is bijna kapot, joh. Let's go, Rabbit Peach. Oké, land maar precies naast die bom. Dan gaan we die bom tackelen. En dan gaan we die bom proberen op dat windvlaagding te gooien. Kijk, zo. Gooi, gooi, gooi. Gooi, gooi. Ja, top. Is die kapot? Is het windvlaagding kapot? Nee. Hè? Die heeft echt nog 1 HP over of zo. Oké, maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Wij gaan ook daar naartoe. Wij gaan deze kant op. Ash gaat daar naar boven op hem. Top. Ja, Rabbit Peach gaat wel even dit kapot maken. Die gaat eventjes zo, hoppakee, door bloks lopen. Oh, en dan kunnen we naar boven. Oké. Oké, tegenstanders krijgen de beurt. De bommen komen er waarschijnlijk aan. Ja, de bommen komen er heel erg aan. Wat ga jij doen? Jij gaat daar schieten. Jij raakt mij niet. Lekker, ik ben aan de beurt. Team sprong. Oké, ik ga hier naar boven. Via dit ding zo, ja. Yeah. Dan tackle ik even 1 van deze bommen. Niet allebei. En die gooi ik op hem. Is die dan dood? Of bijna? Waarom houden ze allemaal 1 HP over? Oké, let's go, Rabbit Luigi. Het is wel een lekker wapentje, hoor. Hij is best wel nice, Rabbit Luigi. Oké, als volgende gaat Edge naar boven. Let's go. Tackle. Die gooien we dan ook op deze gast. Want die moet even stoppen gewoon. Die moet even weg zijn. En Edge gaat op hem. Dan gaan we met Rabbit Peach hier naartoe. Dan gaan we een teamsprong maken. En dan gaat Peach hier. Hoppakee, die slopen we alvast. Enemies krijgen de beurt van mij. De bommetjes komen eraan. En de vosjes die gaan ook weer wat doen.
Die missen mij, maar die gaan zeker weer dat ding aanzetten. Ja, dat dacht ik al. En jij ook? Oké, jij ook. Die vosjes zijn tot nu toe echt de vervelendste vijanden in de game. Maar we hebben er iets op gevonden natuurlijk. We kunnen ervoor zorgen dat ze mij niet zien. Met deze heerlijke spark. Dus wat wij nu kunnen doen is de teamsprong op Rabbit Peach. Ja, dan landen we hier. Ga ik jou eerst tackelen? Dat was wellicht niet slim. Ik had denk ik die bom moeten gebruiken. Dat was beter geweest. Wacht even. We gaan dan met iemand anders gaan we die bom pakken. Ja, nice. Rabbit Peach gaat de bom uitschakelen. En die ontploft dan. En dan wordt het vosje ook gesloopt. Kijk, dit is lekker. Alleen Rabbit Peach blijft dus wel daar staan nu. Rabbit Luigi gaat ook lekker naar boven. Die landt dan net buiten het zicht natuurlijk. Ja, dan gaan we in ieder geval deze bom weghalen voordat die in ons gezicht ontploft. En ook onze dekking natuurlijk weghaald. Dat is ook een probleem. Ik gebruik trouwens bijna mijn vaardigheden niet, valt me nu op. Maar goed, maakt niet uit. Zolang ik het niet nodig heb, helemaal prima. En dan ga ik stormzwaard aanzetten. Iedereen die langs loopt, krijgt met Edge te maken. Dit is zo'n toffe animatie altijd. En dan geef ik de tegenstanders weer de beurt. Yo, dit is gewoon... Deze rabbits zijn gewoon professioneel. Ze weten hoe ze dit moeten doen. Alhoewel ik nu wel denk dat Rabbit Luigi misschien geraakt gaat worden door de sniper. Nee, niet. Nice. Plus, hij heeft zijn ability nu niet geactiveerd. Dus dat is nice. Let's go, Rabbit Peach. Let's go. En landen maar. Oh nee, ik word weggeblazen. Oké, prima. Dan gaan we het met de dekking doen. Vliegend zwart Edge. Oh, heerlijk dit. Heerlijk dit. Oh, nice. En daarmee is gelijk dat blok ook weg. Kijk, top. Hatsflats, lekker rabbit luigie. Gooi hem maar op zijn hoofd daar. Op het vosje. En kan ik vanaf hier dan allebei mijn tegenstanders raken? Nee, vanaf hier kan ik er zelfs geen één raken. Vanaf hier wel natuurlijk. Nou, dan gaan we met Rabbit Luigi hem maar eens even aanpakken. Kan ik hem dan ook met Peach nog raken? Oh, ik kan het vosje uitschakelen met Peach. Dat gaan we sowieso doen. Die moet wegwezen. Hotsakee. Lekker mis. Go. Let's go, Peach. Even dat zwarte gat slopen, zodat er geen nieuwe vijanden hier komen. Lekker bezig, jongens. Kunnen we hem trouwens tackelen eerst? Tuurlijk kunnen we hem tackelen. En we kunnen hem kapot maken met de slijm. Ik vind deze echt leuk. En het zwarte gat wordt ook weggehaald. Nou, dit is echt een professioneel rabbit team, jongen. Als je professionals nodig hebt, dan neem je gewoon deze rabbits even mee. Eens even kijken, we gaan hier naar binnen. En ik ga deze bom slopen, want anders gaat die bom op mijn hoofd en daar heb ik geen zin in. Oké, tegenstanders, doe je ding. Kijk maar wat je wil doen. Daar komen nog meer bommetjes aan, nog meer bommetjes aan. Oh, daar is nog een vosje. Zag je hem staan met zijn sniper? Kijk daar. Hij blijft daar stilstaan. Oh, en er is er nog één. En die gaat zijn speciale zicht activeren. En die andere, oh, er zijn er nog knijtenveel. Oh, wow. Oké, dit was niet het plan, jongens. Dit was totaal niet het plan. Moeten we toch even uitkijken met de professionaliteit, hoor. Ik ga wel gewoon hier netjes naar boven, want dit kan gewoon allemaal. En dan ga ik alvast Rabbit Peach ook omhoog halen, want dan ga ik nu de superkracht activeren. De turbolading. En dan hebben we daar alle drie profijt van. Nu zijn we alle drie 30% sterker. En dat is vooral voor Rabbit Luigi nu wel chill, want die kan eventjes twee makkertjes gewoon zo bam en bam kapot maken. En ik denk dat ik met Edge alvast lekker hier naar boven ga. Dan wil ik die gast achter mij slopen. Die overleeft het waarschijnlijk weer net. Nee, die overleeft het niet. Dat was de bedoeling. Oké, Rabbit Peach moet Edge gaan helpen hier zo. Die twee staan hier samen. Rabbit Peach kan natuurlijk healen. Rabbit Luigi blijft wel een klein beetje achter nu. Maar we gaan maar gewoon kijken wat de tegenstanders gaan doen met hun bommetjes en dingetjes. Oh, daar is ook weer een zwart gat. Oh, worden die bommen nou mijn kant op geblazen? Was dat het ding? Ja, daar gaan ze ook weer hoor. Oh nee, die bommen werden... Ofwel, ik twijfel nou net of die bommen mijn kant op worden geblazen. We kunnen die bommen natuurlijk ook gewoon gebruiken zo. Om ze op te pakken en te gooien, zo. Oh, en dan had ik wel zelf op moeten passen. Dat was niet zo professioneel. Deze bommetjes worden gesloopt door Peachy. Nice. Alle dekking wordt ook weggeblazen. Oké, let's go. Teamsprong, nice. En Edge landt hier. Ik kan helaas die enemy niet raken vanaf hier. Misschien wel vanaf hier trouwens. Ja, wel vanaf hier. Lekker. Heerlijk, Edge. Edge is wel echt zo'n coole rabbit, jongens. Ik denk dat het tijd wordt om even te healen. Zo, hoppakee, Rabbit Peach, ga lekker healen. Heel nice. Hartjes voor iedereen. Degene met de leukste comment krijgt vandaag ook een hartje. Weet je wat? Ik deel 3 hartjes uit. Gewoon, omdat het kan. Laat een leuke comment achter. Oké, tegenstanders krijgen de beurt. Wat gaan ze doen? Ze gaan vooral heel veel schieten. Ja, er komt weer wat uit. Ik denk dat de bommen uitkomen. Oké. En daar komt ook weer zo'n zwart gat. Oké, Edge. Kan je deze kapot maken?
Die is echt heel vervelend namelijk. Kan wel onzichtbaar worden. Maar ik denk dat ik gewoon even lekker blijf staan. En dan langzaamaan Rabbit Luigi naar boven halen. Ja, die kan even hier chillen. Kan die iemand schieten? Nee? Daar gaan we. Daar gaan we. Rabbit Peach. Ja, dit bommetje moet wel kapot. Anders gaat het bommetje op mijn hoofd. En dat wil ik niet. Oké. Dit gaat nog prima. Dit gaat prima. Ze hebben mij opnieuw niet geraakt deze beurt. Want zij willen ook niet verplaatsen. Ze zijn ook een beetje bang volgens mij. Oké, maar deze gaat er nu aan, hè. Deze gaat eraan. Yes, die is weg. Top. Ik had alleen misschien eerst moeten lopen. Nou ja, maakt ook niet uit. Rabbit Luigi, let's go. Oh, die wordt weggeblazen. Niet handig. We blijven gewoon rustig aan die bommetjes kapot maken, zodat die niet in de buurt kunnen komen. Ja, en ik kan alleen niet lopen. In de volgende beurt kan ik lopen, want dan is Edge, die kan even dat spooky aanzetten. Dat die niet gezien kan worden. Oh, maar het is niet eens nodig, joh. Oh, nee, Edge. Ik word weer weggeblazen. Ik moet het echt beter gaan timen gewoon. Nee. Oké. Wachten tot dit voorbij is. En dan kunnen we lopen. Top. Oké, nu is Rabbit Peach degene die helemaal vooraan staat. Bommetje uitschakelen, zodat Vosje ook geraakt wordt. Pie! En dan straks nog een klein beetje vooruit lopen met Rabbit Luigi. Dit is wel lastig hoor. Maar wel leuk. Ik vind het leuk dat de levels iets extra's doen, waardoor je echt een beetje moet timen en goed op moet letten. Ja, vind ik nice. Oké, Rabbit Peach blijft gewoon lekker staan en die probeert het Vosje te schieten. Ik kan niet heel ver vooruit met Edge. Duurt te lang, maar dat maakt niet uit. Oké, hopelijk wordt Rabbit Peach nu niet geraakt door deze bom. Ik denk het wel. Ja. Ja, Rabbit Peach kan het hebben. Die kan ook straks weer gaan healen, joh. Oh, daar gaat die bom helemaal naartoe, joh. Oké, gewoon rennen, gewoon rennen. Lekker, Luigi. Oké. En dan nu? Tempo, Edge, tempo. Springen. Laat je vallen. En ren. Haha, lekker. Dan kunnen we nu dus eindelijk gewoon dat gat ook een keer kapot gaan maken. Pap. Dat is lekker met dat zwaard van Edge. En dus gaat dat gat bijna in één keer gesloopt, joh. We hebben Luigi gaat voor de bom achter hem. Ja, die is ook kapot. En Peach gaat voor dat stomme vosje. En die is ook weg. Nog even stormzwaard aanzetten. En dus klaar, jongens. Dan hebben we dit gefixt. Ik vind dat we dit heel netjes hebben gedaan. We zijn echt amper geraakt. Dus dat is echt top. Wat een vlots. Oh, alleen ja. Dit was weer niet zo handig, hè. Die bommen die raken mij natuurlijk ook. Maar Edge kan de berg kapot maken. Hartstikke idee. En dan hebben we deze missie gehaald, hoor. Lekker. Dit ging best soepel. Kijk hoe gaan. Als een skateboard. Wat een held. Wat ziek idee. We hebben een duisterniskristal gefixt. En we gaan lekker leveltjes omhoog. Dat hebben we ook echt nodig. Daar zijn ze. Ja, het is weer wat beter. Het weer is goed. Dus de sneeuw, de ijs verdwijnt. Oh, daar is een huisje. Daar is het huisje. Ik denk dat we nu naar het huisje moeten. Er vallen sneeuwballen overal vandaan. Ja, lekker. De zon begint te schijnen. Dit ziet er toch veel vrolijker uit, jongens, dan de vorige video. Dit is heel fijn. Knal de duimpjes omhoog als je van zonneschijn houdt. Oh, mooie sneeuwpop. Oh, nog mooiere sneeuwpop. Rabbit Mario is zo'n krachtpatser. Die moet echt stoer doen de hele tijd. Ik vind Rabbit Mario ook cool. Die is vooral heel goed voor de close combat gevechten. Voor gevechten waar je dicht bij de enemy moet komen. Als je tegen bommen moet, dan is die niet handig. Alhoewel, als je ze gewoon tackelt, maakt het niet uit. Bipo zegt, het is nog koud, maar fijn koud. Alsof je opa een sneeuwpop is en je toch een warme knuffel geeft. Hoe werkt dat precies? Een warme knuffel van een sneeuwpop. Lijkt me vrij onmogelijk. Oh, daar is nog een kasteel of zo. Een paleis, zegt Genie. Daar moeten we nu naartoe. Maar ik wil eerst even bij dat huisje kijken eigenlijk. Of hier, bij dit bootje. Hoppakee, één van de twee gezuiverd. Duisternis energiekristallen gefixt. Oh, wow, en daarvoor krijgen we ook weer allemaal XP, joh. Oh, lekker dit. We zijn gelijk level 11. Ik laat de vaardigheden nu continu automatisch aanvullen. Eerlijk, ik ben gewoon te lui om hier naar te kijken. Hoppakee, Edge plus 2. We doen dit gewoon allemaal automatisch. Oké, dus we kunnen nu gewoon hier naar het paleis toe. Maar eigenlijk wil ik dus bij dat huisje gaan kijken. Wow, is daar een spook trouwens op die brug? Daar is een spook. Wow, yo. Ik wil naar dat spook toe. Die ziet er vet uit. Hoe kom ik bij deze brug? Die is echt cool. Nou, ik pak eerst even gewoon deze buis en dan kijken we wel waar we uitkomen. Bij de souvenirshop. Oké, dit gaan we even doen. Rode muntjes pakken. 2. Hier ergens was 3. Oh, daar is 3. 4. Waar is 5? Niet daar? Ik weet toch niet waar al die muntjes liggen, jongens. Oh, ik moest de andere kant op. Oké, dit gaan we niet halen. 5. 6. 7. En hier 8. Ja! Hoppakee, muntjes erbij. Hé, hier kan je nog een nieuwe Luma krijgen. Recupanova, ik speelde verstoppertje met mijn pinguinvrienden, maar toen vond ik het saai worden en besloot ik piraatje te gaan spelen. Het probleem is alleen dat ze zich maar blijven verstoppen. Kun je mij 3 pinguinvrienden vinden? Ze moeten ergens bij het meer zijn. Als je er eentje vindt, gooi hem dan op het schip, zodat we aan ons piratenavontuur kunnen beginnen.
Is cool. Waar zijn die pinguïns? Oh, hier is trouwens wel een pinguïn. Die zat in een blok verstopt. Alsjeblieft. Yay. Op z'n vlots bruggetje. Blokje weghalen. Dan hier doorheen. Dwars door de berg. En dan zijn we bij pinguïntje 2. Hotsakidee. Jij bent van mij. Hotsaflats, nummer 2. Het is toch leuk, gewoon even pinguïns zoeken. Nou, ik weet niet hoor, die derde is echt een beetje te goed voor stoppertje aan het spelen, denk ik. We gaan gewoon naar boven. Naar het paleis. We gaan naar binnen. In het paleis. Oh! Hé! Hey! Hier is de baas van het eiland, denk ik. Die zat vastgevroren. Die wou in zijn paleis, maar dat lukte hem niet. Hallo meneer, wie bent u dan? Kunt u zichzelf even voorstellen? Misschien kunnen wij u helpen als u niet zo druk bent met uzelf. Hallo, snorren meneer. Alles goed? Kapitein Orion, die zegt... Alle schelpenkettingen, dat meisje. Ze is nog in het winterpaleis, het arme ding. Is dat Rabbit Rosalina? Zou het kunnen? Kiel, haal me onder een stelletje slijmerige kwallen door. Ik wilde haar in veiligheid brengen, maar ik werd weggeduwd. Als door een onzichtbare hand. Ja, een onzichtbare hand. Ja, dat klinkt geloofwaardig. Ze wordt vastgehouden door iets wat steeds duisterder en verknipter wordt. Zoals een nacht in een winkelcentrum vol zombies. Of een bezoek aan een slechte kapper. Wat een vergelijking. Ben ik al jaren niet meer geweest trouwens bij de kapper. Anyway, het is duisternis tentakel. En daar hebben we eerder mee te maken gehad, zegt Bipo. Noem mij kapitein Orion, dienstdoende wachter van Pegelpieken. Mijn vrienden noemen me net goed, maar zeg jij maar kapitein Orion. Is goed, Orion. Ik en het meisje hebben hier aangelegd toen mijn schip zonder brandstof zat. Ik dacht dat dat wel kon. Het leek verlaten. Verkeerd gedacht. Ja, dit eiland is niet zo pluis. Kapitein, als we eenmaal binnen zijn, hoef je ons alleen maar te volgen om je vriendin te vinden. Trouwens, even tussendoor tegen die deur moet je duwen. Niet eraan trekken. Oh. Oh. Ze wordt... Ja, hij vertelt zijn verhaal. Ze wordt gevangen gehouden door dit. Wat is dit? Wie is dat? Dat is een van de hulpjes. Van de Cursala Cursaga, hoe heet ze ook weer, uit video 1. Anyway, in de volgende video gaan we eens even kijken wat hier allemaal gebeurt in dit paleis. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij die video. Mazzel!